Goedemiddag allemaal. Hey, ik heb een leuk spel bedacht voor jullie. Het hinkelpadspel. Tadaa! Een hinkelpad. Je hebt nodig 2 dobbelstenen. Je gaat zelf je hinkelpad maken. Dus je mag hem 10 meter lang maken, 50 meter breed, wat je wil. En je gaat alle letters van het alfabet er een aantal keren opzetten in willekeurige volgorde. Dus je hoeft niet per se bij A te beginnen. Maar op elke stoeptekel doe je een letter. Dan pak je het bord van een van onze vorige spelers erbij. Die zou eventueel ook een andere kunnen maken. Laat je kids lekker het werk doen, zou ik zeggen. En laat ze maar wat moois verzinnen met alles wat je rondom huis hebt. Ramen wassen mag erop, stofzuigen. Ik zeg, hou ze lekker bezig. Dus ik heb deze weer gepakt. Elke letter staat voor een opdracht. 2 dobbelstenen, 2 gewone dobbelstenen. Wat je doet, je laat ze onderin gooien met 2 dobbelstenen. Bijvoorbeeld. Ik heb nu de 3 en de 4, dus ik moet 7 stappen hinkelen. Kijk of het nog lukt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dan kom ik op de R uit. Ga ik hier kijken. R is 1 minuut planken. Ik ga 1 minuut planken. Dan gaat de volgende. Dus je gaat achter elkaar door. Je zet bijvoorbeeld de tijd op 15 minuten. En in die 15 minuten wil je ze zo ver mogelijk laten gaan. Ik ben net geëindigd op de R. Ik ga weer gooien, maar ik ga op mijn andere been verder. 5 herhalingen. Ik ben net op de R geëindigd, nu ga ik naar mijn andere been. 1, 2, 3, 4, 5. Kom ik op de G uit. Nou, kijk, de G. 5 burpees. Yes! Ik doe 5 burpees en dan ga ik weer verder. Dus nogmaals, je bepaalt zelf hoe je hinkelpad eruit gaat zien. Je bepaalt zelf de opdrachten. En ik zeg, wees creatief. Voor mij maak je een hinkelpad zo groot als de hele stoep. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vinden. Veel plezier en tot het volgende spel.